Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb recent mijn haar geverfd en het is een beetje geel geworden. Ik verf altijd mijn haar eigenlijk een beetje in verschillende blondtinten en soms wat bruin. Ooit wil ik het nog een keertje zwart verven, maar dat heb ik nog niet gedaan. Maar wel een keertje donkerbruin en toen leek het zwart. Maar ik dwaal af, want deze video gaat over hoe je haar iets minder geel krijgt. Lekker knuffeltje. Het pakketje van de kruidvat. Deze twee producten spelen dus de hoofdrol in het hele verhaal. De kleur is licht asblond en as is een beetje dat grijze. Dat moet de gele tint doen weggaan. Mevrouw, wat kijkt u vriendelijk? Andrelon Silvercare. Silvercare, dat is voor askleuren volgens mij. Dat je een beetje de zilverkleur in je haar houdt. En dit was niet de goedkoopste, maar ook niet de duurste. Ik heb de goedkope heb ik al een keer geprobeerd, volgens mij. En de duurdere, ja, dat vond ik gewoon echt te duur. Maar dit ja, scheelt niet zoveel met dit. Maar ik wou dit gewoon even proberen, want als dit werkt, dan is het prima. Het plan. Ik ga zo even verder met mijn haar kammen. Dan ga ik dit erin doen. Dan laat ik het allemaal opdrogen en zo. En laat ik aan jullie zien wat het heeft gedaan met mijn gele haarkleur. Een paar dagen later, of 1 of 2 dagen later, ik weet niet precies, ga ik het hier ook nog even mee wassen en maak daar ook nog even een beeld van hoe het dan is. Nog even in een iets donkerder hoekje. Ik zit nu even in de keuken bij de tafel. Let niet op de aanvals. Moet ik nog doen. Dus hier zie je eigenlijk misschien nog wel iets meer hoe geel mijn haar is. Ontwikkellotion. Je moet die verf altijd mengen. Of mengen. Die dingetjes moet je door elkaar gooien. Kleurcreme. Dus dat zal er wel doorheen moeten. Nou, de verf zit erin. Ik moet nu een half uurtje wachten. En jullie 2 seconden voor het eindresultaat, denk ik. Vandaag is het de volgende dag en ik zal nog even filmen hoe mijn haar is geworden. Het is niet helemaal weg, maar het is wel een stuk beter. Even wat donkerder. Dus, en morgen ga ik nog even laten zien hoe het is geworden als ik met droog shampoo... Morgen ga ik nog even laten zien hoe het is geworden als ik met de zilver shampoo het heb gewassen. Inmiddels is het beste weer een aantal dagen later. En ik moet mijn haar nodig kammen, maar het gaat even om de kleur. Ik moet zo meteen weer douchen en mijn haar kammen. Mijn haar ziet er nu zo uit. Even in het licht. Weinig geel, gelukkig. Let niet op hoe knoperig het is. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot in de volgende video. Doei!